We zijn op dit moment weer in het buitenland en we hebben een leuke doos met vuurwerk gescoord voor jullie. We zijn namelijk in België geweest en we hebben tegen de Pyro Shop gezegd: jongens, wat is het hardste vuurwerk wat jullie hebben? Het ziekste vuurwerk. En dat is deze doos geworden. Allereerst neem ik jullie even mee naar deze nitraten. Dit zijn dus de hardste nitraten die ze nu nog hebben, zeiden ze. Enigma. Daar hebben we twee pakjes van. We hebben een pakje Nederlandse nitraten. Zo heten ze ook echt. Dit zijn buskruidnitraten. En als de cameraman hem even overneemt, moet je voelen hoe licht ze zijn. Oh. Zie je? Je merkt echt wel dat het Nederlandse nitraten zijn. Oh, jeetje. Deze kunnen niet veel voorstellen natuurlijk, jongens. Alleen het is wel leuk om even te testen voor jullie. Wat we ook hebben, is deze Thunder King. Zo. Fatboy. En dat is wel een lekker knoepert, hè? Ja, en hij zei inderdaad van dit is de hardste die ze hebben. En wat, hoeveel inch was dat? 2. 2 inch. Grote joekel. Die gaan we ook stoken. Dan hebben we deze nog. Het zijn nieuwe Thunder Kings van ze. Oh ja, oh, wel een mooi design, ja. Zeker mooi design. Pyrostar, deze om. Wat staat erop? Golden quality. Ja. Moet het maar geloven. Precies, gaan we zo even uitpakken. En we hebben dit bulk pack. Ook wel een mooi design. Die is tof. Die is heel nice. 48 stuks. Dus dat is een hoop. Gaan we ook even voor jullie stoken. Dus al met al hebben we een aantal leuke producten van de Pyro Shop om te testen voor jullie. Dus een dikke shout-out naar de Pyro Shop. Jullie zien het ook, we halen vuurwerk, maar steken het dan wel gelijk in het buitenland af. Want wij nemen niks de grens mee over. Want jullie hebben laatst ook gezien dat er controle was. Dat risico willen we niet lopen. Nou, laten we maar beginnen met deze Fatboy. Dat hij hard gaat, dat denk ik ook. Ziek hoor. Heel nice. Kijk hem roken. Ja, dunne kingetjes. Dan een normale. Oh, oh ja, nice. Zo zijn ze. Zien er goed uit, man. Ja. Pyrostar. Kijk dan. Bizar, hè? Het verschil is echt inderdaad niet normaal. Ik ben benieuwd. Ja, zijn goed, maar inderdaad, als je eerst die Fatboy doet, dan stelt het al wat minder voor natuurlijk, maar dat is logisch. Ja, dat is ook logisch. Maar deze is echt heel ziek, 2 inch jongens. Zo even die nitraten? Ja. Die andere gaat gewoon niet. Oh, zonde. Tijd voor deze jongens. Nitraten. 2,2 gram. Oh ja, 0,2 gram. De Nederlandse FV3'tjes, of de Belgische, sorry. Excuses. Het zal wel zijn als het Nederlands is. Oh, rond rond joh, what the fuck. Nou, nou. Met de PTD-torch. Ja, ik heb het gevoel dat je hem rechtop neer moet zetten, inderdaad. Oh, best leuk. Ja, die zijn niet slecht. Top nitraatjes uit Nederland. De Nederlandse buskruid, jongens. Ja, het zijn geen nitraten, het zijn gewoon hele dikke rotjes. Ja. Maar dat zie je ook wel. Maar die zijn wel harder dan de rotjes die wij vroeger gewend waren. Ja, maar kijk. Kijk. Ik bedoel met zeggen van dat. Dit is gewoon papier. Dus dit is geen nitraat. Ja, dat klopt. Zie je dat? Moet hij het wel doen? Ja, die doet het dan wel weer. Zo. Leuk. Het zijn echt goede knallers inderdaad. Dan hebben we deze Thunder Kings nog. Ga die vanuit... Dat ga je niet doen. Deze schijnen ook heel goed te zijn. Zo, die zijn leuker, man. Ja, die Italiaan erbij. Die zijn tof. Oké. Zie jij het verschil?
In grootte niet, in ieder geval. Zelfde topjes. Zelfde afwerking. Ja, alleen die andere had crackling net, hè. Kijk, dat de ene die wegschiet. De ene is dus met crackling. Nou, de knal was in ieder geval hetzelfde. En de haas weer. Hey. Pas op voor het gips. Ja, die knallers die stellen niet teleur, man. Nee, in het begin wel even, maar dan valt... Ja, daar ga je. Af en toe. Maar dan valt hij precies op het lont. Dat heb je ook wel eens met normale nitraten, hoor. Maar voor de rest, voor 0,2 gram, daar is het top. Ik vind ze echt goed voor 0,2 gram. Ik vind ze eigenlijk best leuk voor die, wat ik al zeg, voor die 0,2 gram. Zijn ze zeker leuk. Zo, maat, zag je dat? Maat, wat doe jij? Zo, alle, zo, het is tegen mijn klauw aan. Je moet echt oppassen hoe je ze gooit, hoor. Je krijgt echt een stuk crips tegen je bakkes aan. Nog een paar tunnekingetjes. Doe er nog maar een paar. Oh, zo. Jezus. Maat. Afstandje kijk uit van mijn auto. Zo. Mooi heksenkindje, jongens. Even gemaakt van de restanten. Dit zit sowieso wel. Ja, dat was een mooi heksenkingetje, man. Maar of alles gegaan is? Tunnekingetjes. Razen. Mooi shot was dit, man. Zo. Zo. Dat is de laatste. Zo, pas op voor dat gips. Zo. Zo. Oh. Die ging de andere kant op. Yes jongens, dat was het weer voor vandaag. We hebben leuke dingen voor jullie kunnen stoken. Als je het mij vraagt, zijn die nitraten echt de moeite waard. Alleen ik wil toch nog even een disclaimer meegeven aan jullie. Ga nooit met dit vuurwerk over de grens. Want de kans dat je gepakt wordt is gewoon zeer aanwezig. Want dat hebben we gezien in de eerdere video's. Er staat af en toe controle. En dat risico wil je gewoon niet lopen. Thanks voor het kijken naar deze video. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie morgen weer bij een nieuwe video. Later.